Aan de Suriname-rivier, ongeveer 26 kilometer stroomopwaarts van het punt waar deze uitmondt in de Atlantische Oceaan, ligt Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Het middelpunt van de stad is het mooie en ruime gouvernementsplein, waaraan het paleis van de gouverneur gelegen is en waar een standbeeld van Hare Majesteit de Koningin staat, opgericht ter herdenking van haar 25-jarige regeringsjubileum. Dicht in de buurt liggen verschillende openbare gebouwen. Vele van deze huizen zijn opgetrokken in een Hollandse bouwtrant met trapgevels en hoge stoepen. Andere wijken herinneren de bezoeker eraan dat hij in de tropen is. Het is er niet druk op straat. Het verkeer, voor zover het er is, houdt links, maar zelfs op zo'n rustig kruispunt moet men nog uitkijken. De kleinhandel is voor een goed deel in handen van Chinezen. Men koopt zijn waren echter niet alleen in winkels, maar ook op straat. Achter de aan de straat gelegen huizen liggen de zogenaamde erven, vervallen krotten waar het grootste deel van de bevolking onder de ongunstigste omstandigheden leeft. Gezinnen tot 13 personen wonen in een enkele kamer. Allerlei ziekten woekeren hier ongehinderd voort. Het huisvuil wordt geloosd in vlakke goten waar het in de zon blijft rotten. Ook dit is een gevaar voor de volksgezondheid. Om in deze noodtoestand te voorzien, is men, zij het op kleine schaal, begonnen met de bouw van moderne arbeiderswoningen. De huurprijs deze huizen ligt evenwel ver boven het bedrag dat de erfbewoners kunnen betalen. Paramaribo, een stad onder de felle tropenzon met donkere schaduwzijden.